Goedemorgen allemaal. Een minuutje vroeger dit keer. Even kijken of ik mij kan vinden. Jazeker. Zo, nou, de live is ook al vastgezet en uitgelicht. Gezellig als jullie er weer zijn. Goedemorgen. Laat even een berichtje achter als je er gezellig bij bent. Hallo, oh kijk, jullie vinden mij al. Goedemorgen, rustig aan. Ik was een beetje aan de vroege kant. En ik dacht, ja, ik zat te wachten tot het 10:30 was. Dus toen dacht ik, ach, ik zet hem gewoon iets eerder aan. Dan kunnen jullie mij rustig opzoeken. Goedemorgen. Nou, maandagochtend alweer. Zaterdagavond was ik er nog. Dus ik heb gisteren niet heel veel tijd gehad, maar ik heb nog wel iets in deze journal gedaan. Maar nou ja, wellicht zijn een aantal van jullie er zaterdagavond niet bij geweest. Dus ik zal zeker zo even laten weten wat we zaterdagavond hadden gedaan. Dat laat ik even zien. En dan zien jullie ook meteen wat ik gisteren nog even had gedaan. En dan gaan we weer een stukje verder. Hoi hoi. Hey Patricia. Nou, het is vandaag iets minder warm. Tenminste, nog wel hier. En vanochtend was het echt heel, heel bewolkt. Maar ja, wat vind ik van de warmte? Weet je, ik vind zon altijd wel heel lekker. En ik vind het ook altijd fijn als mensen met mooi weer vrolijk zijn. Maar ja, het is ook wel weer lekker als er dan weer een keer een windje staat, vind ik. Maar dat zullen jullie vast herkennen. Hoi Thea. Nou, ik ga verder in mijn Fabric Journal, zoals die heet. Oftewel mijn journal waarvan de basis van stof is. En de rest gewoon van papier. En ik heb eigenlijk verschillende merken gecombineerd. Maar een merendeel is Tim Holtz en 49 & Market. Ja, inderdaad Marion. We gaan ervoor dat vandaag de live helemaal soepel verloopt qua... Ja, qua Facebook perikelen, zo noem ik het maar even. En ik, eerlijk gezegd, heb ik daar wel vertrouwen in. Want de problemen zijn eigenlijk bijna altijd in de avond. En zaterdagavond is natuurlijk in die zin best wel een gewilde avond. Dus geen idee, misschien was Facebook moe van de hele week. Vandaag gaat het vast helemaal goed komen. Nou, we gaan lekker beginnen. Ik zie, en ik kijk tussen de buien door, want maandag poets ik mijn huis. Oh, zo tussen de buien door. nou, ik zei al, een fabric journal. Ik heb eventjes mijn mixed media mat daaronder gelaten, omdat ik denk dat het dan... Maar ik kan wel even aan jullie vragen, maar ik denk dat het dan net iets beter zichtbaar is. Zo gaat het volgens mij ook wel, maar als ik bezig ben, dan... zeker als je donkere kleuren gebruikt, dan valt het een beetje weg op de achtergrond. Die achtergrond is natuurlijk wel leuker dan mijn mixed media mat. Goedemorgen voor degene die nog binnenstroomt. Beter of wit, hè? Ja, dat dacht ik. Nou, is niet helemaal mooi, maar goed, dat is een kledermat, hè? Heb je klein beeld, Thea? Oh, ik heb echt heel mooi groot beeld, dus ik ben benieuwd hoe het bij de rest is. We gaan hem even laten zien. Nou, dit is al mijn voorkant en er komt hier nog wel een strik omheen. Maar ja, die heb ik nu even aan de kant gelegd, want we zijn er nog lekker heel veel in bezig. Wat heb ik hier gedaan? Ik heb eigenlijk verschillende laagjes gemaakt. En waarbij ik dit fotootje van het lieve schattige jongetje, die wilde ik centraal laten zijn. Dit is één zo'n fotootje uit zo'n strip van 3. Dus die knip ik er dan gewoon tussenuit. En die heb ik bewerkt met Frosted Crystal. Dat is deze. En dat doe je eigenlijk op dezelfde manier zoals je met embossingpoeder werkt. En daardoor krijgt hij een beetje een... Ja, het is altijd een beetje moeilijk om het op de camera te kunnen laten zien. Ik ga even kijken of ik dat voor elkaar krijg. Maar ik heb natuurlijk wat vertraging. Maar je krijgt een beetje zo'n structuurtje eroverheen. Waardoor die eigenlijk een beetje een oud verweerd effect krijgt. Nou, dan hebben we de volgende pagina. En we hadden deze twee kleine paginaatjes gemaakt. In de live van zaterdag ook. Net als de kaft.
En toen vertelde ik al, dit is eigenlijk één bladzijde, maar ik heb hem hier door midden geknipt, zodat ik twee van die flapjes kon creëren. Dus je kunt die journal helemaal maken zoals je zelf natuurlijk wil. Dus deze twee roze, noem ik het even, die hadden we gemaakt. En deze linkerkant, die heb ik gisteren nog gemaakt. Waarbij ik dus wel weer wat roze in de bloemen terug ga laten, of heb laten komen. Op de achtergrond wat stempels van Tim Holtz. Die bloem die is van 1400 Market. Maar dat vond ik wel leuk om op de achtergrond van het papier zat eigenlijk ook een beetje die kleuren, die kleursamenstelling in ook bloemen. En dat is dus papier van Tim Holtz. En ik heb hier aan de bovenkant heb ik even met de naaimachine gestikt. Maar dan heel bewust hier en hieronder wel met een zigzag. En hier gewoon lekker scheef met een gewone. Hè? Zodat het een beetje een ander lookje geeft. Jazeker, plakken is absoluut een optie. En dat vertelde ik gisteren ook, of zaterdag ook al. Net als deze die je hier ziet, daar heb ik verder niet meer op gestikt. Alleen aan de buitenkant. Maar dan heb ik gewoon mijn papiertje gestikt en wel hem vervolgens op mijn stof geplakt. Dus dat kan prima. Dus het hoeft echt niet. Nou, dan heb ik voor de volgende pagina, die heb ik ook nog even gedaan. En daarbij dacht ik, dan is het wel leuk om, ondanks dat ik hier de roze papiertjes had gebruikt en hier een andere kleur op achtergrond, om daar wat blauw terug te laten komen. En zo probeer ik eigenlijk bij iedere pagina wat kleuren te kiezen die ik centraal laat staan. Ik zei zaterdag al, wordt het voor jezelf soms ook wat makkelijker, omdat je dan heel veel leuke spullen hebt. Wat ga ik nu gebruiken? En daardoor baken ik een beetje af wat ik ga gebruiken voor die pagina's. En tuurlijk komen er dan wel extra spullen bij, zoals stempeltjes en zo. Maar hier koos ik ervoor om blauw terug te laten komen. Nou, en deze, dat poppetje, dat is eigenlijk een grotere. Dat is eentje van deze. En dan moet ik even wachten, want ik heb natuurlijk wat vertraging. Maar die maak ik dan gewoon wat kleiner, zodat die niet helemaal mijn achtergrond, zeg maar, bedekt. Maar dat het een beetje een geheel wordt. Ja, mooi hè? Ja, ik vind het ook heel leuk. Oh, Emmy, ik zie nu dat jij kijkt. Ik ga nog terugkomen op jouw berichtje. Ik heb Tietz ook gevraagd of zij even mee wil kijken naar die uitzending. Dus we komen er even op terug. Nou, van deze had ik, wat ik al zei, daar had ik een beetje de blauw gekozen. En nu wilde ik eigenlijk, ik doe even dit weg. Nu wilde ik eigenlijk naar deze pagina's verder gaan. En nou, daar heb ik rood gebruikt op de achtergrond. Want de collectie die heeft nou eenmaal allemaal verschillende kleuren. Dus daarom heb ik daar ook voor gekozen. En voor degenen die er niet waren, bij deze kant, dus voor mij is dat mijn rechterpagina. Daar heb ik zeg maar van die flapjes op mijn volgende pagina gestikt. Waardoor ik dus pockets heb gecreëerd. En hier ga ik dus op het eind labeltjes in maken. Wat ik soms ook leuk vind, en daar zat ik gisteren nog aan te denken, is om dan op die labeltjes of misschien een briefje erin te stoppen. Dat ik een deel van deze journal in de live heb gemaakt. Dat als ik dat een keertje weer terug ga bekijken, dan kan ik dat ook weer teruglezen. En dan kun je dat natuurlijk heel leuk in zulke vakjes verstoppen. Nou, toen ben ik natuurlijk wat rode dingetjes gaan zoeken. Deze bloem die ik hier nu heb, die is weer van die 1400 Market. En hier wat ik links in mijn hand heb, is van Tim Holtz. En zo zie je, ook dat kan weer prima gecombineerd worden. En deze dacht ik, misschien ga ik hem in een stukje maar gebruiken. Maar ik heb daar eigenlijk wel vast eventjes zo'n snippet aan de bovenkant erop gemaakt. Die heb ik eventjes met een klein stikrandje vastgemaakt. En daar heb ik een klein labeltje aan gemaakt. Ik dacht, dat vind ik eigenlijk wel leuk om op een subtiele manier iets terug te laten komen. En er staat handmade op. Nou dacht ik eraan om deze hier op die linkerpagina te doen. Maar ik heb hier verder nog niks voor bedacht. Want dat gaan we nu lekker in de live doen. Ik denk dat ik hem misschien iets kleiner ga maken. Maar daar gaan we samen even naar kijken. Dus hebben jullie voorkeuren? Laat het vooral even weten. Ik spiek even of er vragen zijn. Oh, jullie zijn elkaar gezellig gedag aan het zeggen. Wist je niet dat ik live was, Linda? Oh, het staat wel in het schema. Maar dan is het een verrassing, toch?
Ja, ik ben vandaag live, woensdag, maar dat is mijn vaste dag. En dan heb ik zaterdag de fysieke demo dag. Dus dan ben ik niet live, maar in de winkel. Nou, ik neem af en toe tussendoor wel even een slokje drinken, want het is hier nog steeds warm. Goed, dit had ik dus gepakt en dan had ik deze met die leuke klaprozen bedacht. Die vind ik hier te groot, want dan zie je mijn leuke papiertje niet meer, dus die gaan we ook kleiner maken. En dat vind ik dan wel weer leuk, als ik hem wel in zijn geheel doe, om dan die bloem hier op te verwerken. Nu zit er bij Tim Holtz, bij die ephemera zakjes, zit ook deze bloem. En dat is eigenlijk ook een beetje rood, alleen een beetje rood-rossig. En die had ik in eerste instantie gedacht, maar ik denk dat ik die andere kleur er misschien net iets mooier bij vind. Wat vinden jullie? En dan had ik nog een rood labeltje. En ik gebruik dingen ook gerust in gedeeltes, hè? Want dan kun je het natuurlijk nog een keer gebruiken. Dat is trouwens wel een goede om even te laten zien. Bij deze pagina, dan zie je hierachter, zie je iets in het een beetje ijsblauw. Dat zie je natuurlijk maar voor een stukje. Dat kaartje dat loopt van hier tot daar. Dus dat valt allemaal achter mijn achtergrondpapier. Ik heb dat dus gewoon eraf geknipt. Dus ik heb hier gewoon een vakje uitgeknipt. Dus hierachter zit eigenlijk alleen maar een strookje van dat plaatje. Zodat ik dat middenste gewoon nog een keer kan gebruiken. En volgens mij heb ik die hier wel liggen. Ik kan wel even kijken. Maar dat is dus een tipje. Zeker als je het... Kijk, als het maar een klein stukje is, dan doe ik dat natuurlijk niet. Maar als het een heel groot stuk is wat je anders niet meer ziet, dan, ja, dan is dat ook gewoon jammer, toch? Dus dan kun je gerust een stukje eraf knippen. En die weer hergebruiken. Nee, ik zie hem zo even niet. Misschien kom ik hem dadelijk even tegen. Oh, dat snap ik, Emmy. Dat is ook spannend, hoor. Maar dat komt helemaal goed. Daarom laten we het zien. Even kijken. Als je hem half hebt... Nee, ik ga hem wel, denk ik, in zijn geheel doen. Zie je wel dat leuke papiertje. Til hem even omhoog, want dan zien we een beetje wat het effect heeft. Nee, dat wordt hem helemaal. Gewoon doen, niet te veel twijfelen. Zo, nou, die plak ik er in de eerste instantie gewoon even met mijn lijm op. En ja, nu zien we die achtergrond niet helemaal meer. Maar ik denk dat dat leuker is, omdat die bloem natuurlijk, dan komt die kleur er weer in terug. Kijk, en nou hebben we dat labeltje. Eens even kijken. Welke bloem vind ik mooier? Als we wel deze zouden doen, dan kunnen we natuurlijk nog wat extra's opbouwen. Nou, dan ga ik ook gerust allemaal kleine stukjes, restjes, papier en dergelijke daar weer achter verwerken. Ik heb hier een heel bakje voor me staan met allemaal restjes. Dus daar kijk ik als eerste even tussen. Ik leg ze hier neer, hoor. Dan kunnen jullie het zien. Goedemorgen voor degenen die nog binnenkomen. Gezellig dat jullie er alweer zijn. Zo. Nou ja, ik had dat ook zaterdag gezegd. Die snippets van Tim Holtz, dat zijn deze die ik hier nu linksboven vast heb. Die zijn er al best wel een tijdje. Zijn heel leuk om op de achtergrond te gebruiken. In die van dit jaar zitten er ook sommige van die snippets in op een soort van mica. Dus het voelt ook anders, maar het is ook een beetje transparant. Kijk, en op die manier ga ik eigenlijk altijd met mijn achtergrond een beetje opbouwen. Maar vervolgens ga ik een beetje schuiven om er nog dingetjes op de achtergrond te verwerken. Nou, we hebben natuurlijk ook nog van die hele kleine snippets. Van die, ja, eigenlijk collage snippets noemen ze het volgens mij. Kijk, dat heb je echt allemaal van deze. Allemaal van die kleine
Deze is toevallig iets groter. En die zitten er ook in verschillende kleuren in. En dan breekt het weer een beetje. Af en toe denk ik, oh, heb ik iets gemist? Maar jullie zijn gewoon even aan het kletsen. Anders moeten jullie maar even een geel geven als ik iets niet zie. Nou, daar wil ik denk ik nog wat zwart. Ik ga in ieder geval heel eventjes mijn randjes beinkten. En ik heb eigenlijk alle randjes in deze journal heb ik met walnutsteen beinkt. Dus dat doe ik in dit geval ook. En dat had ik bij die achtergrond van het alfabet had ik dat al gedaan. Nou, hier bij die bloem zie je dat natuurlijk niet zo. Ja, die bloem die is ook weer super fijntjes uitgesneden. Nou, zo goed zou ik dat echt niet kunnen knippen. Dat is wel echt super mooi aan die laser die cuts, noemen ze volgens mij, van Fortinon & Marcus. Als jullie trouwens iets op de achtergrond horen, ik hoor dat mijn dochter in de gang aan het kletsen is. En ik zit gewoon op zolder hoor, maar... Ik denk dat jullie het nog net niet horen. Anders doe ik de deur dicht, maar... Het is hier zo warm. Ik moet zeggen dat het hier nu al wel een stuk beter is dan zaterdag. Zo. Nou, ik pak ondertussen even wat van die rub-ons. En op die manier ga ik proberen om even, of proberen, gaan we op de achtergrond hier en daar wat zwarte accentjes toevoegen. Nou, die plak ik er gewoon op. Ah, Marion, is dat zo? Lijkt het bij mij zo makkelijk. Nee, maar ik snap het wel hoor. Ik kan soms ook echt wel twijfelen. Ja, wat mijn tip zou zijn, is niet meteen van jezelf verwachten dat je iets in je hoofd, dat je een bepaald plaatje moet nabootsen. Maar gewoon gaan beginnen en vooral een beetje gaan schuiven. Dus leg het eerst eens los bij elkaar. En wat je inderdaad zou kunnen proberen is om bijvoorbeeld op kleur te werken. Dat je je plaatjes pakt in een bepaald kleurthema. Of misschien juist in vlinderthema. Ik noem maar wat. Maar dat je het voor jezelf iets compacter maakt. En wat natuurlijk ook zou kunnen is als je wat spulletjes hebt. Nou ja, die ik bijvoorbeeld nu gebruik. Maak gerust gewoon eens een keer iets na. En dan... Kun je altijd, als je dat vertrouwen hebt, zeg maar, er vervolgens weer iets van jezelf aan toevoegen. Nou, wat vervelend, Thea. Daar durf ik je geen antwoord op te geven, want bij mij is het beeld gewoon heel goed. Vervelend is dat, hè? Dan heb je zin om te kijken. Ja, snap dat dat vervelend is. Je had hem ook opnieuw opgestart, zie ik. Misschien even je wifi uit en aanzetten. Je telefoon helemaal opnieuw opstarten. Zo. Zo. Dat is dat. Even kijken, want als we hier dat leuke poppetje doen... Ik ga even kijken in mijn boek. En dan leg ik hem heel even hier op. Want dan kunnen jullie een beetje meekijken. Ja, ik heb mijn spulletjes ook hier op kleur geprobeerd te sorteren. Kijk, hier is bijvoorbeeld een voorbeeld met allemaal rozige bloemen aan de linkerkant. Kijk, en dat kan natuurlijk niet in alles, hè. Want sommige dingen heb je niet helemaal precies in die kleur. Die bladzijde die ik nu openleg,
Dat was mijn bladzijde met allemaal rood. Nou ja, je ziet, mijn plaatjes die slinken ook een beetje. Even kijken. Deze zouden we misschien nog wel in een gedeelte kunnen gebruiken. Kijk, en je zou inderdaad ook nog spulletjes gewoon voor een stukje kunnen gebruiken. Dus je hoeft natuurlijk niet alles. Als jij een afbeelding hebt wat heel groot is, dan kun je die natuurlijk prima weer in gedeeltes gebruiken. Even kijken, vul ik hem ook aan? Ja, ik vul hem wel aan, maar dat ligt er een beetje aan. Hè? Want ik heb natuurlijk niet van ieder merk, gebruik ik natuurlijk niet alles heel vaak in die zin. Ja, ook wij wisselen natuurlijk in de producten die je gebruikt. Maar Tim Holtz is wel zeker een merk wat ik gewoon heel vaak gebruik. En wat ik ook met andere merken combineer. Dus deze plaatjes, die vul ik zeker aan, ja. En die blijven ook leuk, hè. Want in het boek zitten bijvoorbeeld ook die bloemen. Die zijn echt niet van dit jaar. Die zijn er gewoon al een stuk langer. En die kun je natuurlijk ook prima met, ieder merk combineren. Nou. Ik had hier een knoopje van Fortuna Market en ik vond die ook wel leuk om er nog bij te gebruiken. We gaan dat bloemetje in ieder geval vast eens opplakken. Even spieken hoor. Kreeg je de melding niet? Oh, maar ik had hem trouwens wel iets eerder erop gezet. Dan is hij misschien later doorgekomen. Dat zou kunnen hoor. Even kijken. Ik heb ook van die, ja, hoe noem je dit? Labels. Ik dacht, misschien is dat nog leuk om op de achtergrond te doen. Dan breekt het een beetje. Niet doen. Ik ga hem gewoon zo doen. Zie, dus ik heb ook af en toe wel iets dat ik dan denk, oh, misschien is dat leuk. En dan vind ik het eigenlijk toch zonde leuk. En dat is niet erg, hè? Want dan kun je natuurlijk juist nog aanpassen. En dan heb je het ook geprobeerd, denk ik dan altijd maar. Zo, ik plak hem nog niet helemaal op, omdat ik dat vierkantje wat ik net had, dat was heel. Er nog onder wil doen. Ja, mooier hè? Vind ik ook. Zo. Hey Suzanne, gezellig dat je er ook bij bent. Even kijken, is er hier iemand iets? De tickets. Ja, die tickets van Fortuna Market, die zijn ook super leuk. Ik gebruik die eucalyptus heel veel. Of eucalyptus voor mij. Die eucalyptus heb ik ook, maar ik bedoelde de toast. Deze. Die, dat is echt wel mijn favorietje. Nou, dan ga ik die snippet even met de nietmachine hier aanmaken. En dat is echt een tik voor mezelf, maar ik doe altijd twee nietjes met dat kleine nietmachientje. Vind ik gewoon leuk eruit zien. Zo heeft ieder zijn eigen dingetjes, hè? Helemaal goed, Thea. Dankjewel voor het komen kijken. Nou, ik ben blij dat de rest wel gewoon goed beeld heeft.
Nou, ik doe hierboven een heel klein puntje, zodat dat mica stripje er in het hoekje een klein beetje opgeplakt wordt. Maar dat doe ik niet heel veel. Die lijn die droogt eigenlijk wel transparant op, dus dat zie je niet. Maar dan steekt hij iets minder uit. Zo. Nou, dat knoopje wil ik nog ergens. En dan gaan we door naar de rechterkant. En je kunt altijd nog later op de linkerkant nog iets toevoegen. Hè? Als je denkt, hé, dat had ik toch leuker gevonden. Ja, doe hem hier. Zo. Dat is toch wel grappig met dat bedeltje daar. Ik kan even niet volgen waar jullie het allemaal over hebben. Volgens mij gaat het niet over de... Zijn het geen vragen in ieder geval. Nou, deze die ga ik wel in kleine gedeelten doen. Dus die ga ik gewoon scheuren. Nou, dat moet je durven. Ik vind het een leuk effect. En dan kan ik die andere kant nog gebruiken. Nou, deze die komt daarop. En ik dacht, dan kan die misschien op zo'n bloemetje zitten. Alleen, haha, nu heb ik het bloemetje op de kop. Bewust. Nee, dat vind ik niet helemaal leuk. Hij moet ergens anders op zitten. Zo, even kijken. We hebben natuurlijk ook nog allerlei stukjes papier die we kunnen pakken. Dan gaan we deze in ieder geval eens even beinkten. Er zit zo'n klein stukje die er nog uit moest. Nou, en dit labeltje, daar kan ik natuurlijk ook nog voor kiezen om die in een gedeelte te gebruiken. En dat kopje vind ik wel leuk als die helemaal zichtbaar is. En wat we zouden kunnen doen, is dit labeltje nu even doormidden. Want dat zie je toch niet. Kijk, dat blijft gewoon hetzelfde voor wat zichtbaar is. En dan doen we deze eronder uit. Doen we de andere kant van het labeltje aan die kant. Er zit en één geheel en we hebben beide stukjes gebruikt. Zo, ja. Oké, even kijken. En toen gingen we op zoek naar nog wat plaatjes die we er nog een beetje achter kunnen doen. En dat mag prima in een andere kleur zijn. Misschien kunnen we wel iets van een gedeelte van een klokje gebruiken. Ik pak even wat spullen, want anders dan zien jullie de hele tijd dat boek. Dus ik pak uit dat boek heel eventjes wat spulletjes. Ja, leuk hè? Ja, maar dat is ook zo grappig. Ook die fabric journal, die is er al best wel een tijdje. Maar ik, ja, had die wens al zo lang om daar ook echt hem helemaal af te maken. Maar dan, ja, zullen jullie wel herkennen. Dan vind je van alles leuk. En dan kom je er niet altijd aan toe. Oh, sorry. Dat was een raar geluid voor jullie, denk ik. Ik liet mijn schaar vallen. Hebben jullie drukke dag vandaag of valt het mee? Iemand nog lekker aan het vreubelen vandaag? Ja, dat
het wel met het labeltje. Nou, die ga ik vast opplakken. Ik vind het altijd wel leuk als je dan een bepaalde kleur hebt die je centraal laat staan. En uiteindelijk in het boekje, als je dan helemaal doorgaat bladeren, is het toch een geheel. Een kaart aan het maken. Oh, leuk, Marja. En waarmee ben je een kaart aan het maken? Oh, Emmy, volgens mij. Ik zie niks wat je verkeerd doet. Misschien dat je een antwoord typt en dat hij dan niet onder een vraag komt te staan. Dat je dat bedoelt. Ja, dat kan me wel voorstellen dat dat ook soms wel lastig is. Nou, ik vind het al heel leuk dat jullie allemaal er weer gezellig bij zijn. Nou, dan hebben we hier nog een stukje snippet voor mij. Rub om. Nou ja, en je merkt het wel. Ik zit gewoon dan zo in mijn element dat ik eigenlijk dan ook gewoon niet kan stoppen. Als ik dan eenmaal bezig ben hiermee. En juist door nu dat zwart met dat rood te combineren. Ik doe hem even iets dichterbij. Zo. Dan vind ik altijd het rood er nog juist iets extra bij. Of zeg maar extra uitspringen. Ik ben wel benieuwd wat jullie favoriete kleur is eigenlijk. Werken jullie heel veel in dezelfde kleurstellingen of wissel je het echt af? Even kijken. Ik heb iets in mijn hoofd. Ik weet niet of het leuk gaat zijn, maar we gaan het gewoon even proberen. Dan moet ik alleen heel even omdraaien. Om iets te pakken. Zo bij kan. Denk het net niet. Nee, ik heb een bepaald kleur lintje in mijn hoofd, maar daar kijk ik nu even overheen. Ik zat eraan te denken om die eventueel hier nog door dat labeltje heen te doen. Maar dan steekt hij natuurlijk wel daar overheen uit. Wat ik wel zou kunnen doen. Ik weet niet of het leuk is, maar we gaan het gewoon even proberen. Is een... tickets er doorheen halen. Kijk, wij weten nu natuurlijk dat hij nog niet, dat hij niet helemaal compleet is. Maar dan lijkt het net alsof die door dat labeltje heen is gehaald. Ik denk dat dat best wel grappig is. Dus in plaats van een lintje gebruiken we dan een ticket. Dan doe ik hem niet helemaal tot het eind, maar dan doe ik hem een beetje van dat hoekje af. Zodat het ook gewoon lijkt alsof hij er echt een beetje doorheen beweegt, zeg maar. Ik ga het gewoon doen. Het is voor jullie juist leuk als we zulke dingen proberen, toch? Als er dan niets is, weten jullie dat je het niet moet doen. Zo. Oeh, dat zit in het labeltje. Ik dacht even, heb ik nou zo geknoeid met mijn lijn? Maar nee, dat hoort. Zo. Even kijken. Dan gaat dat kopje hier opkomen. En dan wil ik daar op de achtergrond nog wel even een rub-on. Dus dan ga ik deze
nog heel even wachten om dat kopje erop te plakken. Want anders kunnen we er natuurlijk niet meer bij. Nou, en ik heb hier nog allemaal kleine stukjes. Dus die wil ik in eerste instantie even gaan gebruiken. Voordat ik weer nieuwe velletjes aanbreek. En die rub-ons, alles wat erop staat als die nummers, die komen zeg maar ook vaak terug in die stempelsets. Zoals onder andere deze. Dit is al een heel oudje nu, die ik nu laat zien. Of een heel oudje. Volgens mij komt die af en toe wel weer opnieuw terug. Maar momenteel geloof ik niet. Maar die komt dus wel weer terug in de rub-ons. Dus sommige afbeeldingen die je daarop ziet staan, die zitten hier ook in. Ik vind die nummers altijd wel heel handig. Die kun je eigenlijk ook met alles wel weer combineren. Oh, er wordt een nieuwe hobbykamer ingericht, zie ik. Leuk. Altijd leuk. En dan is het nog de kunst om je spullen weer terug te kunnen vinden, hè? Zo. Nou, dan wil ik daaronder er nog eentje. Maar niet uit deze, hier. Ik had nog een stempelsetje klaargelegd van Studio Light. Die heeft ook echt ontzettend leuke stempeltjes die hier weer helemaal bij passen. Ik zal ze zo even bijpakken, maar die hebben jullie mij denk ik al wel vaker zien gebruiken. Maar dat is ook wel een leuke tip, want dat is een stempelset die ook gewoon qua prijs wel heel leuk is. Ik weet het uit mijn hoofd niet helemaal zeker, maar ik meen dat die onder de 10 euro was. Deze wordt daar. Ik heb er nu een paar nog op mijn stempelblokje zitten. Maar dat is deze. En volgens mij is die van de Vintage Treasure. Zoiets. En die heeft ook heel veel van die nummers. En ja, een beetje. Doet me een beetje aan deze stijl denken eigenlijk. Wat noem ik oud? Nee, ik bedoel dat een stempelset is die volgens mij echt al heel lang geleden uit is gekomen, maar af en toe weer opnieuw uitkomt. Ik weet in ieder geval, toen ik hem heb aangeschaft, toen was hij al een hele tijd uit. En toen moest ik echt moeite doen om hem nog te vinden, omdat hij eigenlijk overal uitverkocht was. Ik doe heel even wat afval weggooien. Zo. Nou, dan gaan we deze iets donkerder maken en dan plakken we die erop. Heb ik net mijn naaldje in mijn flesje gedaan. Zijn jullie rustig? Loopt het beeld toch wel goed? Bij mij is hij af en toe een klein beetje spiekelig. En daarna dan, dat is echt een seconde. Zo, nou, dan hebben we deze denk ik ook al wel helemaal gevuld. Mag ik zeggen dat ik het een leuk effect vind? Ik kan hem wel heel even. Ik ga hem even één dingetje aan proberen. Maar dan gaat hij dus heel even op pauze staan. Ben ik eraan? Ik kom eraan hoor. Zo, daar was ik weer. Ik ben benieuwd of dat helpt. Maar ja. Ik denk dat wij er niet zelf niet zo heel veel aan kunnen doen eigenlijk. Nou, bij mij loopt hij in ieder geval door. Ik hoop bij jullie ook. Nou, dan gaan we eventjes kijken.
We hebben dus een beetje dat roze en geel. We hebben een beetje blauw toegevoegd. We hebben rood toegevoegd. En dan komen we bij de volgende pagina. En die volgende die had ik aan de linkerkant had ik een paarse achtergrond. En daarover had ik zo'n, ook van Mieke, allemaal van die, nou kom ik er toch niet op. Oh, wat erg, het zit echt op een puntje van mijn tong. Goed, kom er zo wel op. In ieder geval, nou dacht ik, dan is het wel leuk om aan de rechterkant ook iets van paars toe te voegen. Nou, jullie weten dat paars altijd een beetje buiten mijn comfortzone is. Ik heb wel mijn nagels ook een keertje anders gedaan. Maar bij Fortuna and Market zitten bij die bloemen ook viooltjes. Kijk, nu heb ik het weer. Ah, dankjewel Linda. Ik vind het heel lief dat je dat zegt. Ja, weet je wat het is? Je wordt er zelf ook gewoon een beetje onzeker van. Want dan loopt Facebook zaterdag een beetje te vervelen. En dan zijn jullie heel lief. Maar er zijn toch ook altijd wel reacties die wat minder enthousiast zijn. En dat snap ik helemaal. Want het is heel vervelend om naar te kijken. Maar je bent zelf zo machteloos. Als ik het kon oplossen, dan had ik het meteen gedaan. Deze, die zitten dus bij die plaatjes van Fortuna and Market. En toen dacht ik, dan is het misschien wel leuk als we die op de rechterkant gaan laten terugkomen. Nou, ik heb hier nog helemaal geen idee van tevoren mee bedacht. Alleen maar spulletjes gepakt, want ik wist niet eens of we die vorige pagina afkregen. Dus we gaan gewoon even kijken. Die zijn natuurlijk wat groter. En het zijn twee kleintjes, dus ik moet ze daarover verdelen. We zouden kunnen zeggen, we doen hem dan hier door midden en we doen het onderste gedeelte hieronder. Maar dan hebben we hier zeg maar het steeltje die halverwege ophoudt. Nou, daarnaast heb ik nog zo'n collage strip gevonden in de kleur paars. Dus die kunnen we ook in gedeeltes gaan gebruiken. En we kunnen natuurlijk wat papier weer terug laten komen. Want dat papier hebben we natuurlijk ook nog. Dus ik pak dat papier er heel even bij. Nou, hier heb ik nog een restje daarvan. Oh, kijk. En hier heb ik ook nog dit in paars. Oh nee, dat weet ik Ingrid helemaal niet zo bedoeld hoor. Oké, even kijken. Ja, het is wel grappig, hè, de nagels. Af en toe moet je iets anders doen, hè. Maar dat is wel grappig. Ik vind het dan bij een ander altijd best wel leuk. Alleen, ik hou gewoon niet in een creatie als alles paars is. Bij een ander vind ik dat leuk, maar zelf werk ik daar dan gewoon niet zo graag mee. Uit mijn comfortzone. Maar in zo'n boekje vind ik het juist wel leuk om het af en toe een beetje toe te voegen. Kijk, wat ze zouden kunnen doen, is bijvoorbeeld zo'n strookje in het midden, dat het dan wel weer terugkomt. En dan gaan we deze gewoon helemaal klein maken. Zodat ik eigenlijk allemaal kleine paarse snippets heb. Sommige die doe ik even per twee knippen, want ik kan hem altijd nog kleiner maken. Zo. Nee, was helemaal niet voor jou, Ingrid. Het was zaterdag. Gewoon heel vervelend met Facebook. Toen moest ik een keer opnieuw opstarten. En toen had ik al van alles geprobeerd. Zonder resultaat. Ja, dan leek het even wat te doen en daarna was het weer mis. Terwijl mijn verbinding hier is echt altijd gelukkig wel heel goed. En wij hebben ook niet wifi versterkers, maar juist nog een iets ander systeem. Vraag me niet hoe het werkt. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar het gaat er in ieder geval om dat die eigenlijk extra verbinding hierboven heeft. Dus het is een beetje het idee van een wifi versterker, maar dan iets beter. Dus eigenlijk heb ik hier altijd hele goede internet. Dus
Maar het maakte ook helemaal geen verschil of ik hem op 4G had staan of op wifi. Dat had ik even geprobeerd. Kijk, zo vind ik het wel heel leuk qua combinatie. En als we dan van die snippets op de achtergrond doen. En een beetje speels, dus niet per se helemaal recht. Die zie je helemaal niet meer. Maar ja, welke bloem gaan we dan doen? Wat we ook kunnen doen, is de bloem op de onderkant. Ik denk dat dat misschien iets beter is. Want dan houden we het steeltje aan de onderkant. En dan doen we daarboven ook zo'n stukje. Dus ik snij heel eventjes op mijn schoot nog zo'n stukje. Want we hebben veel te veel ruimte hier op mijn bureau al in beslag. Het is wel gezellig dat jullie er allemaal op maandagochtend al bij zijn. Er staan alweer ontzettend veel lives gepland deze week. Met een nieuwe flyer, zag ik. Helemaal leuk. Zo. Dat wordt de basis. Bij allebei een stukje van dat papiertje. Waardoor het weer één geheel vormt. Ondanks dat die achtergrond natuurlijk een andere kleur heeft. En dan de bloem hier aan de onderkant doen. Als ik hem dan hier doorsnij, dan doe ik de bloem daar verder door laten lopen. We kunnen ook de viooltjes pakken. Maar die zijn wat kleiner. Nee, dat doe ik niet. Het wordt deze. Nou, doen we die even beinkten. En dan gaan we die hier even kijken. Wat ga ik doen? Ja, dan ga ik hem doorsnijden waar mijn achtergrondpapiertje stopt. Nou, dat doe ik gewoon heel even met mijn snijmachine. Nou is het natuurlijk wel een heel mooi plaatje. Dus die zijn bij de steeltjes natuurlijk wat fragiel. Omdat ze zo precies zijn uitgesneden. Dus ik zorg er dan voor dat ik hem dus niet echt bij zo'n steeltje zou snijden. Kijk, en dan doen we hem hieronder weer verder laten lopen. Ja, inderdaad, Desiree. Nou, lief van jullie. Even kijken hoor, of ik dit niet te ver uit elkaar vind liggen. Kan maar zo, dat ik dat wel vind. Als we hem dan hier weer beginnen, en dan zit er natuurlijk wel een gat tussen. Maar als we hem door zouden lopen, kan ook. Dan eindigt hij alsnog. Even kijken, wat vind ik mooier? Ik denk dat ik het zo dan toch mooier vind. Wat vinden jullie? De bloem, zeg maar, hier bij mijn designpapiertje weer beginnen en eindigen. Dus dan hou je dat stof ertussen als ruimte. Of hem juist doorschuiven, waardoor de bloem wel wat meer bij elkaar ligt. Ik denk dat ik naar het laatste neig. Horen jullie de vogeltjes via mij of bij jullie zelf? Nee. Ik hoor jullie zeggen, leuk die vogeltjes. Wel stof ertussen, Rilana? Ja, dat kan ook hoor. Ja, doen we dat gewoon. Oké, doen we eerst eventjes
mijn achtergrond erop. En die bloem ga ik nu nog niet opplakken, omdat ik natuurlijk op de achtergrond nog het een en ander wil doen. Zo, wordt die dadelijk zo. Wordt die dadelijk zo. En dan, dan hebben we natuurlijk allemaal van die snippets. Nou, die gaan we gewoon even een beetje mee spelen. En dan vind ik het in dit geval wel leuk om die snippet dan precies tegelijk laten lopen met dit steeltje. Zodat hij eigenlijk gewoon in de achtergrond meeloopt. Ik denk dat dat op camera misschien iets moeilijker te zien is. En dan gaan we even kijken of we dat bij deze ook een beetje kunnen doen. Zo. En dan op de bovenkant. En ik denk dat ik hier bij een paar snippets dadelijk wel even een stikrandje ga doen. Zo. We hadden natuurlijk ook nog deze. Die zou hier ook op de achtergrond kunnen. Oeh, dat is eigenlijk ook wel leuk. Ja, dat vind ik leuk. Ik doe die ik had. Zo. Hoe vinden jullie het zoals het nu ligt? En dan nog wat rub-ons toevoegen. Ja, deze reden vind ik eigenlijk ook. Grappig, hè? Ik hou helemaal niet van paars. Maar omdat ik het nu zo combineer met die andere tinten. En het toch een beetje... Ja. In mijn eigen vintage stijl, zeg maar, probeer te houden. Ben ik en uitgedaagd om eens een keer met mijn andere kleur te werken. Maar het is toch heel passend. Vind ik echt heel leuk om te zien altijd. Oké, top. Vinden jullie het goed als ik bij een paar snippets heel even, heel snel een klein stikrandje doe? Dan horen jullie alleen wel heel even de naaimachine. Wacht heel even totdat jullie hebben gereageerd. Er zit altijd een beetje vertraging op, hè? Kan ik even een slokje drinken pakken? Oké, okay, ik zie al een ja, leuk. Nou, ik denk dat jullie mij gewoon kunnen horen, maar ik zal het zo snel mogelijk doen. Kleine papiertjes er weer onderuit te halen. En dan het stikken zelf. Een nieuw draadje door de naald halen, want als je dat ziet, die was eruit. Zo. Ah, wat een lieve reacties. Weet je, het is altijd heel persoonlijk, hè. De een die vind ik natuurlijk heel leuk en de ander die
houdt hij helemaal niet van. En dat mag, hè. Ieder zijn eigen stijl. Goed, ik heb gewoon bij een paar net heel even een zigzag steekje erin gedaan. En nogmaals, dat hoeft helemaal niet. Dat is gewoon als je dat zelf leuk vindt. En als je een naaimachine hebt. Of je kunt het natuurlijk ook met een stempeltje doen. En zeker als je het alleen maar zo even een klein draadje wil. Zou je ook gewoon met naad en draad één klein knoopje erin kunnen maken. Hè, met de hand. Dat het lijkt alsof er een draadje doorheen zit. Dus je hoeft er echt niet speciaal een naaimachine voor te hebben. Zonder is het ook hartstikke leuk. En er bestaan ook van die hobby-naaimachientjes. En ik kan die straks wel even vragen of die aan mijn lijstje toegevoegd kunnen worden. Als jullie daar interesse in hebben. Maar volgens mij was Relana ook aan het kijken. En die kan ik nu natuurlijk ook vragen. Ik heb niet gezien of die momenteel nog op voorraad is. Maar van de week wel. Dus ik verwacht dat die er nog wel is. En ik zal met Janine even overleggen of ik met... de demodag kan ik natuurlijk ook wel vragen beantwoorden als je denkt, oh, hoe doe ik dat dan met de naaimachine? Zo. Wie van jullie gaat er eigenlijk? Zijn er mensen die plannen hebben om te komen, de 24e? Nou, uiteraard is er ook nog een leuke online demodag voor degene die niet kunnen komen of... waarbij de afstand te ver is bijvoorbeeld. Dus jullie worden zeker niet vergeten. Genoeg inspiratie. Ja, hè, dat is leuk hè. Dat iedereen gewoon zijn eigen stijl heeft. Evelien, is jouw ja dat je komt? Of is jouw ja op iets anders? Even kijken. Nou, ik ben zelf ook wel een beetje positief verrast met mijn paars. Deze, die rub-on, die heb ik toevallig hier nog eentje staan en daaronder. Dat is precies een hoekje, dus die ga ik hier mooi op dat hoekje doen. Dus die hou ik gewoon nu even lekker aan elkaar. Zo. Oh, gezellig. Kom je dan even langs? Ik ben heel benieuwd, want ik... herken natuurlijk niet iedereen aan de profielfoto, denk ik. Maar ja, jullie weten aan de hand van ons waarmee we werken wel wie is, denk ik. Gezellig als je even komt kijken. En kletsen natuurlijk, hè, want daar hou ik van. Zo. Nou, ik denk dat ik er niet heel veel meer op ga doen. Dat is ook zo zonde, hè, als we er nou te veel van maken. Dit vind ik wel grappig. Dat is wel leuk en... 's ochtends een live mogen doen. Anders dan zit ik zo op maandagochtend nooit boven. Maandag hebben wij altijd allebei vrij. Dus dat is dan de tijd dat dat wel mogelijk is. Maar daar gun je jezelf dan eigenlijk nog niet zo vroeg de tijd voor of zo. Dus dat is wel heel leuk. Dan heb ik nu gewoon lekker even kunnen spelen. Zo. Nou, ik vind het altijd leuk om die draadjes van de naaimachine, om die gewoon ook een beetje uit te laten steken. Ik doe dat nooit heel erg lang, maar dat is natuurlijk wat je zelf leuk vindt. Deze, die gaan we een klein stukje moeten afknippen, want anders kan ik mijn boekje niet meer vouwen. Even kijken hoor.
Nee, dan moet ik nog wel echt iets korter. Zo. Ja. Oké. Nou, ik ga nog even doorbladeren. Ja, het is bijna tijd, echt. Oh, jammer hè. Ik vind het wel leuk dat jullie dat ook zeggen. Goed, voorkant. Een beetje roze. Je kunt hem natuurlijk ook zo open doen. Blauw. We zijn echt een heel eind gekomen zo inmiddels. Rood. Hier moeten dus nog, of moeten, hier wil ik graag nog tags in maken. Maar dat ga ik helemaal op het eind doen. En dan hebben we deze paarse nog. En hier op de linkerpagina ga ik natuurlijk ook nog wel iets doen. Maar ik vind het wel leuk als die afbeelding gewoon nog goed zichtbaar is. Dus misschien hier aan de onderkant zo'n paper doll bijvoorbeeld. Ik weet niet of ik hier nog in heb liggen. Ja, alleen een kleintje. Maar ja, een iets grotere. Misschien wel juist net als bij deze een wat grotere. Dat zou natuurlijk wel nog heel leuk zijn. Dan breekt het ook een klein beetje. Dus dat ga ik zeker nog even doen. Ik denk dat we best wel een eindje zijn gekomen. Ik vond het hartstikke gezellig dat jullie er op deze maandagochtend alweer bij waren. Bedankt voor jullie ontzettend lieve reacties. Dat is natuurlijk alleen maar heel erg leuk om te lezen. Ik wens jullie een hele gezellige dag. Een hele fijne week. En nou, voor degenen die er woensdagochtend in de JMA-groep zijn, dan zie ik jullie graag dan weer. Dank jullie wel en vandaag ook veel plezier met de andere lives nog. Doei doei!